Volgens mij zijn er namelijk veel vrouwen die wel denken van tevoren, dit is wel belangrijk, eigenlijk moet ik dit doen. En dan als puntje bij paaltje komt, denken ze toch, ja, hè, gedoe, ik heb geen tijd, toch geen zin, het komt niet handig uit, zoiets. En dat, nou ja, dacht ik ook op mijn 30ste, maar ik vond het wel belangrijk. Dus vrouwen worden vanaf hun 30ste uitgenodigd om een uitstrijkje te laten maken van hun baarmoederhals. In de leeftijdscategorie 30 tot 34 jaar is die opkomst het laagst. En dat terwijl juist in een vroeg stadium baarmoederhalskanker kan worden voorkomen. Nu heb ik opnieuw een oproep gekregen voor het uitstrijkje op mijn 35ste. En toen kwam er bij mij uit, nou, dit zijn onrustige cellen, je moet naar het ziekenhuis. Het is niet leuk om te horen, want je schrikt er een beetje van. Want het gaat natuurlijk om je baarmoeder. Dat is als vrouw zijnde toch iets, ja, wat je vrouwelijkheid raakt op een of andere manier. Maar bij mij was het vooral heel duidelijk toen ik hoorde, er is iets niet goed. Nou, dan moet ik er iets aan doen. Dan is het goed dat ik dit weet, want dan moet hier nu iets uit. Dat moet weg. Dat wil ik niet. Veel jonge vrouwen zijn bang dat een uitstrijkje en misschien wel een negatieve uitslag de kans op zwanger worden zal beïnvloeden. Ik ben het levende bewijs dat je binnen 3 maanden na een lisexcisie, want dat was mijn ingreep, probleemloos zwanger kunt worden. Ja. Iedereen mag zelf de keuze maken. Maar de reden dat ik mijn verhaal deel is om te laten zien dat, nou ja, ondanks dat je het misschien een beetje gedoe vindt of een beetje spannend vindt, dat het wel zin heeft. Dat het de moeite waard is om te checken. Want als het goed is, heb je een opluchting, is er niks aan de hand. En als het niet goed is, dan mag je in je handjes knijpen dat je er op tijd bij bent. Want dan is er nu nog iets aan te doen.